Deze nieuwsuitzending die is voor het slapen gaan. We gaan er maar vanuit dat tegen het einde van mijn woord dat jij ligt te knorren. Er komt geen spannend eindmuziekje. Nou, je laptop zal ik alvast in de slaapmodus doen. Ik heb zo'n Macintosh en die gaat automatisch in de slaapmodus. Ik doe dan wel, als ik voor het slapen ga, iets gaan luisteren. Voor het slapen gaan, iets gaan luisteren. Dan doe ik mijn beeldscherm zo zacht mogelijk. Scheelt energie en hitte. Beetje zuinig doen op je laptop. Want ja, die blijft de hele nacht aanstaan. Ja, of je kan een smartphone hebben of zo. Met oortjes. Maar ik zou niet oortjes in doen voordat je slapen gaat, hoor. Word je morgenochtend wakker en heb je zo'n rode stream over je wang. Dan heb je de hele nacht op zo'n kabeltje gelegen. En je binnenoor doet pijn. Dus ik zou werken met zo'n speakertjes. Laat me hier lekker in slaap lullen. Ja, zo bitter. Beter dan een slaappil, laten we daarover eens zijn. En iedereen moet slapen. Ik ga het hebben over empathie. Wat het is en waar komt het vandaan? En wat heb je eraan? Heel bijzonder hoor, empathie. Vreemd fenomeen, vind je niet? Ik heb een vriendin gehad. Nou, die was katholiek. Of opgevoed, niet echt katholiek. En die zei, ja, altruïsme is een vorm van egoïsme. Dus mensen die iets doen voor een ander, die doen het uiteindelijk alleen maar voor zichzelf. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat iemand als Bill Gates, die gaat dan door voor een altruïst. Dus iemand die dan heel veel geeft. Wij hebben ons allemaal blauw betaald aan die kut software, katholieke software. Iedere week weer veranderen van formaat. We hadden weer een Windows versie huppeltje pup en er waren gelijk al heel veel problemen mee. Hij heeft dan heel veel geld verdiend en dat zit er nu in een stichting. En dan gaat hij dat geld weggeven. Aan door hem gekozen doelen. Door hem en Melinda natuurlijk. Hè? Melinda Gates. Een kennis van mij. Een oude vriend. Al jaren niet meer gezien. Die werkt daar nu. Bij de Bill en Melinda Gates Stichting. Maar is dat empathie van meneer Gates? Nee, helemaal niet. Als hij empathie had, dan had hij gezegd van, nou jongens, hartstikke sorry voor die Windows-rotzooi. Ik krijg van mij, dan ga ik betalen namens mijn stichting. Iedereen krijgt antivirus, het wordt helemaal gecoverd. Dus als jij een virus hebt in jouw computer, moet je even een mailtje sturen. En dan krijg je vergoed. Dan gaan we op zoek naar wat voor virus het is. Dan krijg jij gelijk van ons software die dat virus eens en voor altijd de nek omdraait. Heb je je ooit afgevraagd waarom er op Unix geen virussen zijn? Nou, op applicatieniveau kan er altijd iemand lopen klooien, maar in die onderlaag.
Als jij apt-get en dan install en dan een nare string. En die vind je zo op internet. Ja, dan komt die muk binnen denderen. Ja, dan moet je wel je master password even verklappen. Je root password. Of admin. Nou, stroomt alles naar binnen. Dat is wat binnenstroomt. Ja? Voor de rest helemaal niks. Op mijn Mac ook hoor. Mijn Mac heeft... Ik heb helemaal geen antivirus software. Ik zit elke dag op internet. Maar met Windows? Zo doe ik dat. Er is een klant van mij die belde vrijdag op. Die was stikzagrijnig. En die had antivirus software geïnstalleerd. En die installatie die had zijn standaard internetbrowser instellingen aangepast. Ha 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 ha. Ja, daar zit je niet op te wachten, hè? Dat soort grapjes. Oh, Henk, Henk Derks, hij staat op de markt in Eerbeek, onder andere. Goeie kip, aardige dochter. Maar die zit op dat soort ongein niet te wachten. En Bill Gates met zijn liefdadigheid. Ja, stick it up your... where the sun don't shine. Ga dan weer. Weet je, Afrikaanse kinderen inspuiten met een verbinding waarvan Bill Gates echt niet weet wat erin zit. Hoor. Die zeggen, ja oké, okay, ik geloof het wel. Ja, hier, handtekening. Spuiten maar. Ik vind het geen liefdadigheid dat je mensen injecteert met chemicaliën. Ook al zijn ze gebaseerd op rottende vleesproducten. Zelfs dan niet. Maar thimerosal en squalene en formaldehyde, daar moet je mensen niet mee injecteren. Dat is niet empathisch. Dan heb je een gaatje in je achterhoofd. Nou, het is zo, in Afrika er zijn verschrikkelijk armoedige arbeidsomstandigheden. Dat is echt ongelooflijk. Leefomstandigheden, maar ook arbeid. Dus, ja, mensen werken ook bijna niet, denk ik. Ze leven daar in kotjes, man. Johannesburg is een van de gevaarlijkste steden ter wereld. Dat is niet empathisch. Empathie kan je testen, by the way. Je hele slimme psychologie testjes voor. Dan wordt er een situatie beschreven. En dan heb je multiple choice. De situatie, lalalala. En wat zul jij dan doen? Dan heb je A, B, C, D. En dan lekker veel vragen. Een stuk of 40. Ja, de situatie schetsen, daar heeft de psycholoog goed over nagedacht. En de mogelijke reacties ook. Ben je er zo achter? Nou, je weet het niet echt precies. Want kijk, als iemand zo'n toets invult met een ongelooflijk pesthumeur, wat misschien heel terecht is, vergeeflijk is. Hè? Ik heb ook wel eens in die nieuwsuitzendingen van mij lopen brullen van ik sla ze al. Nee, dat heb ik laatst weer gezegd. Dat was niet echt empathisch of zo. Doe mij, Mark Rutte, in een kelder, à la Marc Dutroux.
En ik wurg hem met eigen handen. Als je echt een beetje chagrijnig bent. Wanneer je ook niet empathisch bent, het is als je net op je duim hebt geslagen. Bij het timmeren. Of iets anders heel vervelends. Je doet je rits dicht van je gulp. En dan komt er zo'n velletje van je piemelino tussen de... Ja, op dat moment moet iemand je niet om een vuurtje vragen. Oh, 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 oh. En dan ben je niet empathisch. Ik kan nog meer van die voorvallen opnoemen hoor, van het droevige bestaan der mens. Wat er allemaal wel niet fout kan gaan. Oh, oh, oh. Zo. Als je iets hebt, dat is een Nederlands lied van laat mij alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, die weet wat ik bedoel. Dus empathie, dat varieert in principe. Hangt er maar een beetje vanaf. Als je dood op bent, dan belt er iemand aan. Dan kan je ook zeggen, ja, rot op. Ja, nou, dat vind ik niet empathisch. Ja, je hebt 12 uur op je poten gestaan. Ja. Nou, is mooi geweest. Dan kan je later te horen krijgen dat het juist een heel erg belangrijk moment was, waarop er van jou verwacht werd, door die ander, dat je er echt zou zijn. En dat was je niet. Ja. Ja, je bent een motherfucking superhero, niet? Wat dan nou? Je bent ook maar een mens van vlees en bloed, hoor. Dat is allemaal heel vergevelijk. Er zijn mensen die hebben chronische non-empathie. En dat zijn takkenkuttelaar. Daar komt geen einde aan. Het komt nooit meer goed met die lui. Kijk, ik ben erachter gekomen, voor mezelf de rekening opgemaakt. En toen was ik in de 40. Ja, was ik in de 40. En toen keek ik terug en toen dacht ik, ja, wat ik uitgefroten heb toen ik 28 was, ergens in die tijd dan, hè. Jegens 3 personen, in het bijzonder. Dat klopt niet. Dat klopt iets niet. In mijn gedrag, hè? En die mensen heb ik... Die werden mij... in de schoot geworpen. Zo moet ik dat zeggen, ja. Het enige wat ik wilde was met die mensen in helderheid komen. En, ik heb me kloten gedragen en ik ben me daarvan bewust. Ja, een soort geruststelling naar die mensen toe. Van, ik was toen een eikel. En nu weet ik dat ik toen een eikel was. En toen ik een eikel was, toen wist ik niet dat ik een eikel was. Maar nu weet ik wel dat ik toen een eikel was. Dus ja, ben ik niet meer zo'n eikel als toen. Sorry, en wil je wat drinken? Ja, alle drie. Ze kwamen toevallig op mijn pad. Hè?
En nog mijn best voor moeten doen ook, hoor. Maar dat maakt het niet uit. Ik ben er dan van af. Want ik wil niet in de rond... Wilde, maar ik wil het ook niet. Als je achteraf beseft dat je... Jeetje, ik begrijp mezelf ook wel. En daar heb ik niet bij stilgestaan. Maar ik weet wel dat ik toen ook door... weet ik veel... aan het worstelen met karma of zo. Vechten tegen de verkeerde bomen. Dat is vergevelijk, toch? Maar dan nog, die mensen zijn daar onnodig door gekwetst. Dat had ik niet mogen doen. Nou, alle drie accepteren ze het. Dus. En een van die drie, die zie ik nog wel eens. Aardige vent, hoor. Nee, wacht even. Nee, twee van de drie. De drummer van mijn band. Daar heb ik ook sorry gezegd. Ik kan niet anders. En dat is logisch. En die oude Confucius, die Chinees, met die spleetogen. Die was een moraalfilosoof. Die heeft gezegd, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook, een ander niet. Dat wordt algemeen beschouwd als de waarheid. Staat in de Bijbel, namelijk ook. Arthur Schopenhauer vindt dat ook. In die vorige uitzending over het geloof had ik het over die trekvogels die zich verzamelen boven weilanden en al die vogels denken, oh, het is tijd voor vakantie naar Spanje. We gaan lekker de winter doorbrengen in het zonnige Espanol. Hablos Espanol. Dos cerveza. Sil boule ple. Maar dat is dan weer Frans. Maar goed. Por favor moet je dan zeggen. Maar je kan ook zeggen sil boule ple. Maar je moet niet zeggen sil full ple. Want dat is geen Spaans. En dan gaan al die vogeltjes die gaan zich verzamelen. En die wachten op elkaar. Ze hebben allemaal in de gaten dat het hier niet meer niks meer te eten valt. En dan moet je move. Ganzen, hè, als die gaan vliegen. Die vliegen in een V-formatie. Waarom, denk je? Ze empathisch zijn. Ze voelen met elkaar mee. Ze vormen één. Ze zijn één vleugel, als het ware. Eén mono-wing. Empathie onder dieren bestaat. Hè? Ik heb het zelf waargenomen. Ik heb een kat gevonden op straat. En dat bleek een raskat te zijn. Dat was een klein mormeltje. Die zat helemaal onder de zweren. Dat zag er niet uit. En ongelooflijk grote oren. En lange nagels, jongen. En een spierkracht. Zo, net al. Zo'n strak afgetrainde kat. Geen grammetje vet. Alleen maar spierweefsel. Ja, dan moet je geen ruzie meer krijgen. Maar kleintje.
Anderhalf kilo of zo. En die had geen bovenvacht. Dat was het ras. Het was een mutant. Het is ontstaan in het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op meerdere plekken in Europa tegelijkertijd. En deze die kwam van Devonshire. Devonshire. Op zijn Nederlands. Devonshire op zijn Engels. Het ras heet Rex. Koning. Een Devonshire Rex. Ah, dat beest dat moet maanden op straat gezworven hebben. Voordat ik hem vond. En ik zag, ik hou helemaal niet van katten. Maar dat kon ik niet aanzien. Dat kon ik niet verdragen. Nee, dat kon ik niet aanzien. Dus ik het beestje opgepakt. En dat was zo echt zo lam als wat. Hè? Helemaal uitgeput. Helemaal uitgedroogd. En hongerig. Nou, en dat beestje in mijn jas gestopt. Toch maar zo'n klein dingetje. En als eerste, want ik moest naar mijn werk. Als eerste langs de melkhandel, de levensmiddelenwaren, mini-supermarkt gelopen. Vlak bij de korenmarkt. En spullen ingeslagen, kattenvoer. Kom op, kattenvoer. Op mijn kantoor was al water, dat was geen probleem. Die katten eten gegeven. En toen mij naar huis genomen. Maar met die zweren en alles. Naar de dierenarts toen. Nou, daar kreeg ik te horen dat het een raskat was. Van zo, dat is een dure poes. Dat was in de gulden tijd. Maar ja, een kitten van dit ras. Dat kost je 700 gulden. Ik zei, oh. Dat wist ik ook niet. Leuk bezig. Ja, met die zweren. Er moest antibioticum in. Dat adviseerde de arts. En mij lijkt dat ook een goed idee. Gewoon rammen wat op de rammen valt. Dus dat beestje dat herstelt vanzelf. Dat krijgt een warme mand. Lekker vers water. Twee keer per dag te eten. En geen gezeik aan zijn neus. Ja, antibioticum erin. Ja. En de rest doet die kat zelf wel. En dat lukte ook. Dat lukte prima. Die hele ondervacht. Die groeide weer aan. Die kale huid met die wonden. En dat is, allemaal hersteld. Jojo. Maar toen ging het erom, om die antibioticum. Dat ze dat door zou slikken. Dat vrouwtje was het, hè? Oh, 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 oh. Ze pil erin en dan. Dan ging ze heel gek kijken. En dan ging je zo strijken over die keel. En dan slikken, krengen, slikken. En dan dacht je van, nou, hij zit erin hoor. En dan sprong ze van je schoot van, jij lul. En dan pff, die pil eruit. Ja, dan heeft Poekie er ook wel gelijk in gehad dat het gif was. Maar het was geen gif voor haar. Het was gif voor die schimmels. Even doorbuiten. Nou, toen komt hij. De moeder van mijn kind. En ik woonde toen samen. We waren getrouwd. De moeder van mijn kind, die had ook twee poezen. Toen dacht ik van, kom, ik ga het eventjes slimmer aanpakken. En ik had een lekkere rundertartaar gehaald. Lekker fijn gemalen. Die poezen lekker, hè? Die kunnen niet zo goed kauwen.
Een lekker bolletje rum gehakt. En dan in een van die bolletjes een verguisde pil gedaan. Dus een pil even gemalen. En door dat bolletje heen gedaan. Dat het helemaal onder de medicijnen zat. Ja, en ik ga die namen van die poezen roepen. Eten. En ik had één bord gemaakt. En die drie bolletjes erop gelegd. En een beetje die poes een beetje... Nou, niet aangewezen of zo. Maar precies dat het goed ging. Hè? Dus die zwarte pluis. Die had het ene dingetje. En dat was gewoon een runde gehakt. En Tato's. Dat was een witte. Met zwarte vlekjes. Die had het andere. Dat was runde gehakt. En die derde. Dat was voor Poekie. Die zat helemaal vol met antibioticum. En Poekie die kwam er ook zo aanlopen. En die ziet dat vreetfestijn gaande. En ik denk, ja. Het is alsof ze... En Pluis die was uitgegeten. Die had zijn vleesballetje op. En die denkt, oh, er ligt er nog één. En die wil zo dat derde balletje pakken. En Tato's, die ernaast zat, die haalt zijn poot uit en die klapt zo Pluis voor zijn bek. Ja, Tato's is sterker. Ja, was inmiddels dood. Pluis ook. Poekie ook trouwens. Maar, hè? En Pluis, die kromp helemaal in elkaar. En toen dacht Poekie... Oké, ik ben uitgenodigd tot de tafel. Ah, en dan komt Poekie eraan wandelen. Die eet dat derde balletje op. Het was het voorbij. En ik zo, hè? Maar Tato's, die zag iets. Huh? Tato's had in de gaten, hey, drie balletjes vlees. Wij zijn hier in huis met drie poezen. Namelijk ik, Pluis... En dat mormel. Een boekje. Hè? Dus dat derde balletje, dat is voor de kleintje. Dieren hebben dat. Tato's had dat. Pluis niet. Pluis was een eikel. Overleden aan kanker. Misschien had Pluis altijd al kanker. Dat hij daarom ook zo'n kankerkat was. Omdat hij kanker had. Dat zou kunnen. Maar Tato's. Empathische poes. Daar hebben we niks mis mee. Die kreeg elke dag te eten. Nee, twee keer per dag te eten. Die zat geen vogeltjes te pesten hoor. Dus empathie is onder dieren ook. Maar niet onder alle dieren. Je hebt echt... klote beesten. De Black Mamba bijvoorbeeld. Een heel zaggerijnig dier. Die bruin-grijze slang... met de binnenkant van de mond is zwart. Dus vandaar Black Mamba. Uitermate vervelend dier. Een zaggerijnige klootzak. En slangen in het algemeen hoor, dat zijn je vrienden niet. Ik ken een man, als het over empathie, dat is een hele aardige man. En die vertelde mij dat hij ergens hier in Arnhem heeft hij een appartement. Met zoveel kamers en één kamer, dat is de terrariumkamer. Een loer is van een terrarium gemaakt. Dat is een handige man, hè. Van die handen en die kunnen schroevendraaiers bedienen. Je kent het wel. Cirkelzaag. Een terrarium gebouwd van hier tot Tokio. Het even aangegeven hoe groot dat van die was. Ik zei, zo. Wat heb je erin dan?
Nou, zijn die slangen. Oh. En vogeltjes. Ik zei, wat? Ja, zijn die vogeltjes. Ze eten die slangen, die vogeltjes daar niet op? Nee, zei hij. Want daar heb ik over nagedacht. Het zijn felgekleurde vogeltjes. Slangen zijn dan misschien niet empathisch, maar ze snappen dan wel dat, dat je veelkleurige apparaten niet moet eten, want die zijn giftig. En die empathische vriend van mij, ja, die wist dat. Vriend, ja, kennis. Ik heb hem één keer gesproken. Ik vond hem gelijk aardig. Ja, goed over nagedacht. Ja, zei hij, dat is mooi, man. En die vogeltjes lekker. Ja, een soort volière met slangen eronderin. Ja, waarom niet? Iedereen krijgt te eten. Die slangen, die krijgen mazen. Of zo. Zo'n black mamba, of mamba, die kan 3 tot 5 meter hoog springen. Een mean motherfucker, jongen. Maar dieren zijn empathisch. Honden, poes, hebben dat vermogen. Ja, pluis dan niet zo. Mijn vader had zo'n hondje. Dat ook een beetje zagrijnig bezig, hoor. Dat is een Jack Russell. Dat zijn ook niet zulke leuke hondjes, vind ik. Nou, ieder zijn huig. Pitbull terriers. Die zijn empathisch. Naar mij toe. Een kennis van mij, die had zo'n. Die heeft, ik weet het nog, heeft. Maar die kwam toen in een streetcafé met die pitbull. En dan komen ze binnen en dan kijk naar iedereen. Even kijken of er. Er komen ook van die mensen. Dat ik denk van ja, dan wil ik eigenlijk liever weer weg. Hè? Dus ik maak even zo'n scan van. Wie zit er allemaal? Dat ik weet waar het gevaar uithangt. Die grote lummel van de pitbull, die zit een beetje zo te kijken. En ik kijk naar die pitbull en ik zeg gedag tegen die pitbull. Ja? Namelijk door met mijn ogen te knipperen. Je ogen even dicht doen. Je kijkt hem even in de ogen en dan doe je de ogen dicht. En dan kijk je hem weer aan en dan kijk je hem omhoog. Dat is alles. Een pitbull weet dat je dan hallo zegt. Een hond weet dat, een poes weet dat ook. Even de ogen dicht. En dan de ogen weer open. En dan kijk je de andere kant op. Niet elkaar in de ogen lopen staren. Daar wordt iedereen zenuwachtig van. Hè? Ja, zo gaat dat. Hey, die pitbull die ging dus met zijn baas. Die moest hij mee. En ik zat vlak bij de deur. Lekker onderuit gezakt, niks aan de hand, glaasje rode wijn. In streetcafé mag je blowen. Dat is wel lekker hoor. En die hond, terwijl die wegliep, die bijt mij even in mijn dij. Ja, niet bijten, nee, knauwen. Knauw, knauw. Dus mijn spijkerbroek was niet stuk, ik had ook geen blauwe plekken. Hij met zijn of zij, ik weet niet of het een reutje was, die had ook een stuk uit mijn been kunnen bijten. Een lelijke operatie opgeleverd in het Huppeltje Pup ziekenhuis. Nee, dat deed hij helemaal niet. Zo, knap nou. Ja, een hond kan niet praten, maar hij wil zich wel uiten. Van ik heb jou gezien. En ik ga nu weg. Ik moet belangrijke dingen doen. Aan de lijn. Dat is empathie. Dat is een empathische hond.
Ik had ook hier een pitbull op bezoek. Geheel onverwachts. Nou, maar dan heb je zo'n hond onder je hoede. Nou, ja, dan moet ook wat tevreden krijgen. En dan wandelen. Ik had hem een paar dagen hoor. Erg leuk. En zijn bazin, die tuthangman, die had hem weer eens achtergelaten bij mij. En dan niet verteld waar de hondenriem lag. En zij was dan ergens de krochten van Arnhem ingedoken. Of de geitenkamp. Of zo'n party animal van 36 met een kind van 4. Ja, dat beest moest schijten. En wandelen natuurlijk. Dus ik een van mijn eigen broeksriemen gepakt. Ja, dan dat maar. Want je mag niet hier onder... Ja, een hond moet aangeleind. Hè? Ja, en tegen Bacon heet hij. Hij leeft nou wel, denk ik. En tegen Bacon zei ik, kom op, we gaan naar buiten. We gaan move it, baby. En dan mijn portiek. Dus gewoon loop mezelf omlaag. Ik bedoel, het is geen tackle. Een tackle moet je dragen. Maar zo'n pitbull, die kan wel een beetje trappen lopen. En oplopen kan iedere hond, maar de trap aflopen. Dat kunnen niet alle honden. Tackles zeker niet. Nou, hij zo, de portiek. En dan gaat hij niks voor de voordeur staan natuurlijk. Hij snapt ook waar de voordeur is. En ik laat die riem zien. Ja, hij vindt dat normaal. Ja, natuurlijk. Doen we de riem erom. Ja. Oké, ik die riem om. En dan een slag om de pols maken. Want dat beest heeft een trekkracht, jongen. Nou, toen een eindje lopen. Zijn we naar de rivier geweest. Heeft die hond even de Rijnwater mogen drinken. Hij had het heerlijk naar zijn zin. En terug en dan langs de supermarkt. En die hond dan vastgebonden aan de paal. Maar sowieso denk ik van alles beste. Die ging lekker op zijn pitbull reet zitten. Ja, dan komt de supermarkt uit. Ik maak hem los. En we lopen dan naar mijn flat. En die hond die draait zijn kop om. En die pakt zo de riem in zijn bek. Gewoon bijten, hè? Mijn broekriem, hè? Hier dat ding. En ik denk, oké. Nou, toen liep ik achter hem aan. Hij liep netjes voor me uit. Want hij wist precies waar hij naartoe moest. Ja. Dat was namelijk die flat. Die deur. En daar ging hij netjes zitten wachten. Nou, ik de deur openmaken. Gelijk de riem af. En hij holt netjes naar boven. Dat is empathie. Van die hond. Ja, mijn grote vriend geweest. Ik weet niet waar die nu is. Ik denk als hij mij ziet, dat hij mij herkent. Ik ga niet zo heel vaak onder de douche, dus hij ruikt mij wel. Was ook laatst in Café de Wacht. Was daar, weet die jongen. Nou, maakt niet uit. Volgens mij heet die Paul of zo. En dat weet ik niet zeker. Maar ja. Die heeft ook zo'n hondje. Nou, een groot hoor. Geen pitbull. Maar een langharige hond. En die begint spontaan mijn handen te likken. Ik komt op me af. Ik had net iets te drinken gehaald. En die hond die gaat voor mij staan. Die kijkt me in de ogen. En mijn rechterhand hing omlaag. En hij gaat mijn rechterhand likken. Oké. Waarom niet? Ja. Dan doet die baas van hem, Paul of zo. Na een tijdje tegen zijn hond. Houd er mee op! Houd er mee op! Hey,
hou je mee ophouden, want ik wil niet dat je de hand van Perry likt, want anders krijg je nog osteoporose. Of zo. Ja, die hond was empathisch en die baas van hem of haar niet. Dat is een klootzaak. Ik ken hem wel. Maar dat zegt niks over zijn hond. Die hond is empathisch. Empathie is een belangrijk ding. Je bent vriendelijk naar andere mensen toe. Naar andere entiteiten toe. Naar planten ook. Je mag planten laten groeien wat je wil. Maar wel een beetje empathisch naar zijn. Ik heb hier ook vogeltjes binnen gehad. Duiven, mussen. Maar er zijn niet zoveel vogels meer in Arnhem. De vogels zijn weg. Niet empathisch gedrag van de gemeente. Als er één probleem was in Arnhem, was het niet dat we vogels hebben. Maar het probleem in Arnhem is hooguit dat we vreemde vogels hebben. Allemaal buitenlanders. Een stad van 60 talen. En even zoveel culturen, zo mogelijk nog meer. Dat is een niet empathisch gedrag van de gemeente. Empathie, waar komt dat vandaan? Dat heb ik ook beloofd, hè? Ik heb het nu gehad over wat het is. Dat je dat bij dieren ook hebt. De vogels die op trektocht gaan. Die moeten om elkaar geven. Ze moeten samen vliegen. Want in hun eentje kunnen ze niet naar Spanje. En in een eentje achterblijven hier in Nederland is te risicovol. Want waar ga je van eten? Stukjes baksteen. En nu gaat het erom waar het vandaan komt. Nou, dat is door Arthur Schopenhauer uitgelegd in zijn werk Die Grundlage der Moraal. Zie je wel, ik kan wel degelijk Duits. Die Grundlage der Moraal. De grond van de moraal. Of de grond van moraal, mag je op Nederlands ook zeggen. Op het Nederlands ook zeggen. De grond van moraal. De moraal, dat hoeft van mij niet. Het gaat om moraal. Dat volgt noodzakelijk uit een welbeschouwde observatie van de omgeving. De realiteit. Arthur Schopenhauer had een hele mooie als voorbeeld. Dat in de stad Londen, en daar is Arthur Schopenhauer nooit geweest, hoor. Maar dat stond in de krant. Dat de gemeente bij hoge bruggen
extra paarden liet staan. Die werden betaald door de gemeente. En als dan zo'n man aankwam met een kar en met allemaal spullen van het platteland. En dan moest naar de stad toe en er was een hele kar vol met kolen of whatever. Iedereen te eten te geven. Dat er dan extra paarden aangespannen konden worden om die brug over te komen. De gemeente betaalde dat. Zo zijn er nog meer, hoor. Er zijn meer anekdotes. En Arthur Schopenhauer die gaat uit van een Confucius. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ja. Een waarheid als een koe. En Arthur Schopenhauer heeft bewezen waarom en hoe. Want het kan niet anders. Als je niet, die wet van Confucius, als je daar je reet mee afveegt, dan hou je twee andere imperatieven over. Een imperatief, dat is een, hoe moet je dat noemen? Een opdracht. Hè? Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is een opdracht. Hè? In de Bijbel staat, doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen tegen jou doen. Maar als je dat dan niet een wet vindt, wat is dan wel de wet? Want behalve die opdracht, van wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Ja, de ene omkering is, doe maar waar je zin in hebt. En welke consequenties dat heeft voor een ander. Welke gevolgen dat heeft voor een ander, dat maakt niet uit. Als jij maar doet waar jij zin in hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, lijkt me niet zo'n goed idee. En denk maar even terug aan die vogeltjes, die trekvogels. Ja, als jij gaat doen waar je zelf zin in hebt, ja, dan denk je van ja, iedereen is aan het verzamelen om naar Spanje te gaan, maar ik ga even doen waar ik zelf zin in heb. Ja, dan zit je hier in januari nog, en dan komt februari nog, dan komt maart nog. Je mag hopen dat je april haalt, als er eerst groen boven de grond komt. En niet zo'n goede strategie. En dan heb je nog een omdraaiing en die is, doe maar waar je zin in hebt, maar doe vooral dat waar een ander zoveel mogelijk last van heeft. Dit is Arthur Schopenhauer aan het worden. Die Grundlage der Moral. Iets wat wij allemaal begrijpen eigenlijk. En mensen die doen wat ze zin in hebben en dan met name die dingen doen waar een ander zoveel mogelijk last van heeft. Oh my God, my Christus. Totaal onaanstaanbaar volk. En als je niet empathisch bent of je hebt dat gedrag dat je gewoon maar doet waar je zin in hebt. En oh, had jij er last van? Oh, dat interesseert me geen kut. Nou, dan ga ik nu wel lekker door. Of je gaat precies doen dat waar een ander last van heeft. Dan ga toch weer. En zoals Schopenhauer concludeert dat die twee opposities, die twee tegenstellingen aan het woord van Confucius, die oude Chinees. 600 jaar voor onze jaartelling. 2600 jaar geleden. Wat Confucius zei, dat sluit aan met de wil. Met het idee van Arthur Schopenhauer. Zijn verwoording, dat moet ik zeggen.
die verwoording die Arthur Schopenhauer gaf, die telt. Arthur Schopenhauer is geen dozo. En het staat in de Bijbel ook. Ja? Dus Arthur Schopenhauer zegt het en het staat in de Bijbel. Empathisch zal je zijn. Hele goeie, maar het is een ontzettend leuke film op internet te vinden. Dan moet je hem even een pen pakken. Ik ga hem niet hieronder zetten. Hè? Maar pak even een pen als je het wilt zien. Het gaat over die maanlandingen. Van 1969 tot 1975 of zo. En sinds die tijd kunnen wij niet meer naar de maan. Dat is een fijne gedachte. Kost alleen maar geld. Maar die Bart Sibrel, zo heet hij. Dat moet je als eerste opschrijven. Bart. Van Bart, met een T van Theo. Bart. En dan Sibrel. Of Sibrel op zijn Nederlands. Sibrel. Zo zeg je het ook. Bart, op zijn Engels zeg je Bart Sibrel. S-I-B-R-E-L. Bart Sibrel. En die heeft die film gemaakt. En die heet Astronauten gaan uit hun dak. Astronauten gaan uit hun dak. Ja, wat moet je lachen. Ja, dat is erg leuk. En die gaan uit hun dak. Buzz Aldrin. Dat is een van die Apollo 11 missie. Hè? Buzz Aldrin. Die heeft Bart Sibrel voor zijn bek gehouden. Klap voor, gewoon met de camera erbij. Bart Sibrel krijgt een klap voor zijn bek. Ja, en Bart Sibrel, die zegt nou dan... daarna, op de radio... van, ja, het was mijn eigen schuld. Ja, hij heeft Buzz Aldrin, als het die was hoor. Maar een van die astronauten van Apollo 11, die heeft hier het vuur aan de schenen gelegd. En die man die zat gewoon de hete brei heen te draaien. En toen heeft Bart Sibrel die man genoemd een dief. Een dief, een leugenaar en nog iets. Nou, het was behoorlijk beledigend. En Bart Sibrel, die heeft hem eerlijk gezegd op internet. Ja, ik had dat niet mogen zeggen. Het was ook niet empathisch. Bart Sibrel is samen met andere mensen op de hoogte gekomen, of op de hoogte gebracht door feiten en door onderzoek. Dat hele gedoe met die maanlandingtoestanden, dat heeft helemaal nooit plaatsgevonden. Dat was een tv-voorstelling. Meer niet. Waar wij $150 miljard voor hebben betaald. Voor lulkoek. We gaan naar de maan. En die arme astronauten, die zaten erin. Ik denk wel vrijmetselaars of zo. Hoor. En de vrijmetselarij staat onder controle van de jezuïeten. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. En die arme astronaut, die krijgt dan eventjes...
You're a crook, a liar and a thief. Dat zei hij volgens mij. Bart Sibrel dan. En later zei hij op de radio van, nou, dat had ik nooit mogen zeggen. Dus, ja. Way over the line. En dan kreeg ik een klap van mijn bek. Ja, die had ik verdiend ook. Dat is empathie. Bart Sibrel is een empathisch iemand. Empathische mensen kunnen ook heel makkelijk de Bijbel lezen. By the way. Hebben er helemaal geen moeite mee. Een teken van IQ, vind je niet? Dat je de Bijbel kan lezen. Iets wat mijn dochter, die is al wel, die is pas 19 hoor. Maar wat zij dan nog niet kan. Hè? Maar wat niet eens kan komen. Ja. Ik hoop dat zij dit luistert. Maar je Bijbel lezen en het begrijpen is erg belangrijk. Ik weet van de filosofen, ik snap dat het allemaal zo is, hoe het ongeveer is, namelijk onbegrijpelijk. En dat het alleen maar gaat over empathie. Niets. Ja. Ook de truc bij het verkopen, hè? Het begint met empathie naar de klant. En dan die empathie naar de klant bij het verkopen. Is dat jouw opdracht is dat de klant, die moet van geld af. Zoveel mogelijk. Anders komt hij niet aan de winkel. Iemand gaat naar de winkel om wat? Om iets te krijgen? Nee, dat doe ik niet. Naar de winkel ga je om te kopen. Dus dan wil je geld. Je wil geld betalen. Daar gaat het om. Oh. Net als dat een man naar een prostituee gaat. Die wil betalen. Nou, die moet je zoveel mogelijk laten betalen. Dan moet je even verkopen. Nou, als prostituee is dat ook niet makkelijk. Maar, hè? Maar nu sta jij daar met de tv's of zo. Nou, als jij je empathie inschakelt. Dan verkoop je, jongen. Zo. Als je medelijden hebt, mededogen. Oh, jullie willen van je geld af. Nou, dat is een goed idee. Dat denk jij dan, hè? Nou, dat vind ik ook. Ik vind ook dat jullie van je geld af moeten. Ja, wat denk je dan hiervan? Wat is je interesse nou? Wat vind je nou het allerbelangrijkste om dat geld aan uit te geven? Zeg eens wat. Ja. Oh, zei die vrouw, ja, ik vind die tv's, die vind ik allemaal zo groot. Oh. En dan vraag je aan die man en jij dan? Die man zo, ik heb liever een grote tv, maar wat zij zegt, dat snap ik ook wel. Ja, en dan verkopen ze een beamer, man. Met voor mij part een projectievel erbij of zo. Zo'n reflectiescherm. Maar heb je niet nodig hoor. Een witte muur is ook goed. En dan verkoop je dan wel de allerduurste beamer die je nog hebt. Zo'n, hoe noem je dat ook weer? Een winkeldochter. Zo'n ding wat er al jaren ligt, maar dat is een extreem goede kwaliteit. 180 HD, PD, HP. En neem ze lekker die beamer mee. En jij zo klang klang op de kassa. Ja. Ja, die mensen willen geld uitgeven. Voor rotzooi natuurlijk.
van rotzooi die gaat verslijten. Dus ja, waar gaat het over? Wat maakt jou het uit? Empathie verkoopt. Het werkt als een tiger, jongen. Zonder meer. Ja, maar als verkoper voel ik mij dan schuldig, omdat ik wel weet dat die producten niet altijd even goed zijn. Ja, dat is jouw probleem niet als verkoper. Dan moet je bij de afdeling Research and Development gaan werken. Maar al die rotzooi die Research and Development heeft gemaakt, of laten maken in China, ja, die moet verkocht worden aan mensen die geld uit willen geven. Snap je? Het is een spelletje. Niet meer dan een spelletje. Kijk, een groenteman die hoeft geen verkooptraining te doen, of wel? Hey, een groenteman die moet bloemkolen hebben, en een rode kool, en een groene kool. Je maakt er altijd wel lekkers mee. Maar een verkoper, die moet een product, ja, dat is anders. Moet je adviseren, heet dat dan. Maar adviseren is helemaal niet belangrijk. Die empathie is belangrijk. Het creëert een veld om je heen, by the way. Wat in Star Wars ook is. Ik heb die nooit gezien hoor, nooit allemaal. Maar met die Jedi en zo. Heb je ook zo'n shield toch om je heen? Zo'n veld. Ja, dat telt. Dat is je empathie. En er wordt ook gezegd, ik ben door mijn moeder, maar dat vond ik niet zo verschrikkelijk erg, want er werd Bijbel gelezen. Ja. Dat was toen een ongelofelijke hobby van mij. Vond ik wel leuk. Moet naar de Soesterduinen. Dat was een kinderkamp. Een Bijbellees-kinderkamp. Er is een Heer. Er is een Heer. Er is een Heer. Er is een Heer. Eens komt de dag. Doordat hij ook voor jou zorgen mag. Doe, 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 doe. Daar werd ons verteld van, ja, het gaat erom dat je Jezus niet in je nieren laat binnenkomen. Of in je benen. Niet in je hoofd, niet in je armen. Nee, je moet Jezus laten binnenkomen in je hart. Ja, precies, dat is het. Van Jezus moet je houden. Ja. Je moet zeggen, Jezus. Jezus, wat was jij een lekker ding. Transformeer jezelf, want als jij jezelf niet transformeert, dan doet een ander dat wel voor jou. En ga er nog niet vanuit dat die andere mensen verstandiger zijn dan jij. Want dat ben ik niet eens. Laat staan, mijn dochter. Het gaat om Jezus. Jezus en de empathie. Ja, die Mohammedanen, die ga je mij niet lopen vertellen dat het empathische lui zijn. Want als er een Jood zit achter een steen, dan roept Allah. Nee, dan roept de steen, dan zorgt Allah ervoor dat de steen zal roepen naar jou. Achter deze steen zit een Jood. Ja, dat vind ik niet empathisch. Dat wordt nog een groot probleem. De empathische mensen kunnen geen vrede sluiten met non-empathische mensen.
Dat die Joden zijn van Hava, Nagila, Hava. Maar I fucking care. Dat is mijn probleem niet. Ja, maar ze zingen een Joods liedje. En daar heb ik moeite mee. Nou, dan ga je maar op Vuurland wonen of zo. Oh, dan ga je naar Adolf Hitlerland. Naar Patagonia. Waar Adolf Hitler zijn laatste dagen heeft gesleten. Ik weet gelijk, de volgende voor het slapen gaan. Wat een goede serie, denk ik. Jullie slapen toch al, hè? Ja, toch? Beetje, oh, je ogen worden moe, man. Je denkt, oh, wat een gauwe hoe of een piggy. Oh. Oh ja, morgen lekker uitslapen. Meld je maar ziek, man. Kan je niet een of andere... Kan je niet iets verzinnen dat je ja, iets hebt? Ja, dat kan toch. Een hele goede truc is om een ui te schillen. En dan snij je hem half door. En dan doe je de ene helft van de ui onder je linkeroksel. En dan goed aanknijpen. Hè? En de andere helft van die ui doe je onder je rechteroksel. En dan goed aanknijpen. En dan bel je morgenochtend de gezondheidsdienst van je werk. Reken maar dat jij een dagje vrij hebt. En de controlearts die komt pas over 2 of 3 dagen. En dan ben je al lang weer opgeknapt. Ja. Maar vanavond gaan we lekker slapen. Lieverds en schattenbouten. Jullie zijn al lang in slaap. En op zijn hamburgers zaak ik tjus. En dagdrolletjes.